Want de rek is eruit. Niet alleen maar voor wat de koopkracht betreft van de mensen. Dit is maar een verdrag. Prijsverhoging morgen. Dus die rek is eruit. Maar de rek is ook eruit voor wat betreft ons geduld. Ons geduld over het gedrag van deze regering. De zaken die de regering heeft aangekondigd. Hoe dan ook. Die gaan niet door moeten gaan. En we moeten als samenleving er alles aan doen. Om dat terug te draaien. Om dat niet door te laten gaan. Omdat wij voldoende alternatief hebben aangegeven. Tot slot even. Hè? En niemand komt ons gek maken met IMF wil, IMF wil. IMF. We hebben natuurlijk een heleboel ideologische probleem met IMF. IMF werkt op basis van een programma dat de regering zichzelf heeft aangeboden. Die maatregelen die nu zijn genomen, die kunnen niet langer, want het volk is verarmd. Er is onvoldoende koopkracht. En de maatregelen die nu worden genomen gaan zorgen dat de koopkracht nog minder wordt. Maar los daarvan, wanneer je kijkt naar hoe die economie werkt, dan betekent het dat de winkels ook problemen gaan krijgen. De bedrijven gaan problemen krijgen, omdat de mensen geen geld hebben om te kopen. En dat betekent dat die bedrijven dicht gaan gaan en dan gaan we meer werkloosheid krijgen. Dus de regering kan deze maatregelen die nu op stapel zijn, kan ze niet doorvoeren. Het brengt de Surinaamse economie en vooral de Surinaamse mensen naar het ravijn. Dit is een groot probleem. En wij kunnen dit als land en als volk, kunnen wij dit niet accepteren. Jereno. Benzine. En zo gemakkelijk komt men en zegt van, Trawiki of Tramu. Wat is? Tweede verhoging. P. Echt waar. Ze mogen weten dat dat niet door gaat gaan. U heeft misschien geen idee hoe het linksom of rechtsom mensen moet bewegen om het voorlopig even rustig te houden. Want mensen willen in actie gaan. In feite, ik zei dat meneer Sunder, eigenlijk zijn we op het niveau gekomen bij om te pakken wat er is. Nou, alleen net zakken, not not die. Maar misschien zijn we nog niet zo ver, maar zullen we oppassen. Niet om die economie te boycotten wat we hebben, het land moet verdienen, maar om een signaal te geven dat het zo verder niet kan. Feit is nu aan een onomamor. Die recht is er volledig uit. Dus we gaan geen tijd verliezen met hier en dat we daar begin naar zo'n toonatie. No, onoma verdrag. En onoma verdrag nog een kostenverhogende. In een mededeling door te geven, dus dat wij vandaag het bericht hebben gehad, dus dat de president ons heeft uitgenodigd om morgen om 11 uur van gedachten te wisselen. Nee, hij gaat een boodschap krijgen en de boodschap is wat wij hebben gezegd aan de minister, de rek is eruit, zodat hij weet dat het ernstig is, dat hij die boodschap heeft gekregen dat die rek eruit is, dan gaan we hem zelf zeggen, die rek is eruit. Zoals we al eerder hebben gezegd, we gaan die mensen niet kunnen houden als ze zich beginnen te roeren.